Goedemiddag, ik ben Nico Volkrik, zaakvoerder van Fans in de Kammertstraat en ik ben ook voorzitter van Unizo Antwerpen Stad. Waarom dat ik Dier in de Kou een mooie organisatie vind? Ik ben zelf dierenliefhebber uiteraard. Ik heb zelf 4 katten, waarvan 3 uit een dierenasiel komen. 2, ik vind dat dieren eigenlijk de zwakste wezens zijn in op onze wereldbol en dat die dus niet zichzelf kunnen verdedigen. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat er mensen zijn die hun stem verdieren of toch ook zorgen dat er gezorgd wordt voor dieren, omdat die beesten natuurlijk niet in de supermarkt kunnen gaan kopen. En 3, ja, ik vind dat heel veel mensen een dier als vriend hebben. En als ik dan ook bekijk daklozen en zo, ik ken er hier ook een paar uit de buurt, dat die bijvoorbeeld als enige vriend nog maar een hond hebben of een kat. En dan denk ik dat we als mensen daar toch een beetje solidair moeten zijn. Voor de rest ben ik ook een grote voorstander van allerhande dingen die met dieren te maken hebben. Ik vind gewoon, dieren zitten in onze maatschappij mee in onze beton gebakken eigenlijk. En hebben eigenlijk heel weinig kansen om te overleven als wij daar niet voor zorgen. En ik vind dat als we dieren hebben, of dat we ze nu opeten, of ze verzorgen of in een kooi steken, moeten we ze de beste zorg geven en de beste verzorging uiteraard. En vooral de minste vreedheid daartegenover gebruiken. Dank u.